Iedere dag is echt bijzonder en zorg dat je iedere dag echt leeft. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Het is misschien niet echt een leuke video, maar ik heb eigenlijk heel erg vreselijk nieuws. En ook de reden waarom ik even een tijdje afwezig ben geweest en misschien nog even afwezig ga zijn. Ik heb wat meegemaakt dat niet echt zo heel erg leuk is. Nou, weet je, ik moet maar even bij het begin beginnen, want anders snap je er helemaal niks van. Het was zo, iedereen die mij volgt weet dat ik, of dat wij heel graag nog een kindje erbij wilden. Een derde kindje. En nu was... Ik moet opnieuw beginnen. Oh, sorry hoor. En ik was zwanger. Ik ga een slokje aan. Oké, en ik was dus zwanger. Ik was 6 weken zwanger. Totdat een week geleden kreeg ik echt hele erge buikpijn. Ik had nog nooit zo'n buikpijn gehad. Ik kon er niet meer van lopen. Ik kreeg helemaal zweet op mijn voorhoofd. Ik kreeg er warm van. En ik wist meteen, ik moet naar het ziekenhuis, want dit is niet goed. Dus op een gegeven moment, toen zei ik tegen Nick van, Nick, ik moet echt naar het ziekenhuis. Dus we zijn naar het ziekenhuis gereden. Nou, zijn we op de eerste hulp. Eerste hulp had ons doorgewezen naar de huisartsenpost. Nou, huisartsenpost. Daar zaten nog 2 mensen. En die zijn voor mij gegaan. Uiteindelijk was het een uurtje later. Was ik eindelijk aan de beurt. En ik had echt... Nou, uiteindelijk bij die huisarts had hij mijn bloeddruk gemeten. Nou, 3 keer in mijn linkerarm. 3 keer in mijn rechterarm. En het werd steeds lager. En op een gegeven moment, toen het steeds lager werd, toen wilde hij dat ik daar ging liggen om te controleren hoe het met mijn buik was. Maar ja, ik had zo vreselijk veel pijn in mijn buik. Echt zo erg. Dat is gewoon onbeschrijfelijk. Dus hij ging ook nog drukken in mijn buik om te voelen of hij iets voelde. Maar dat deed zoveel pijn. Dus op een gegeven moment heeft hij gezegd, nou, ik ga de verloskundige of de gynaecoloog bellen. Nou... Uiteindelijk zijn we naar de verloskundige afdeling gegaan met spoed. En toen moest ik daar liggen en toen gingen ze een echo maken. En ik zeg heel vaak en. Mijn hart gaat ook helemaal tekeer nu ik dit vertel. Ik vind het moeilijker dan ik dacht. Maar nou, op een gegeven moment hadden ze dus een... Eerst hadden ze een hartje gezien. Dus ik en Nick keken elkaar nog aan van ja, zou het dan toch nog goed zijn? Maar ergens wisten we wel dat het... Ja, ik wist al dat het niet goed was omdat ik zoveel buikpijn had. En op een gegeven moment, toen ze zei van ik zie een hartje. En ik zie niet waar die zit. Nou, dat ik nog steeds heel erg veel, vreselijk veel pijn. En de gynaecoloog moest van huis komen. Dus die had ze meteen gebeld. En toen die er was, toen ging zij ook kijken... En toen zei ze eigenlijk meteen tegen mij, ja, het is geen gezonde zwangerschap. Het is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Dus het eitje zat zeg maar nog in mijn eileider. Daar was hij gaan innestelen. En toen ze dat zei, dacht ik echt van ja, dan is dat gewoon zo. Dan kan ik er verder niks meer aan doen. En op een gegeven moment, toen werd iedereen ineens helemaal druk om me heen en... toen zei ze ook van ja, je hebt je eileider is geknapt in je buik, waardoor je nu inwendige bloedingen hebt. Ja, en toen schrok ik. En ik ben ook letterlijk in shock gegaan. En in mijn shock heb ik haar nog kunnen vragen van ja, komt het wel goed met mij dan? En toen zei ze ja, daar gaan we ons best voor doen. Ja, en... Toen dacht ik wel van, nou Mer. Toen.
toen dacht ik dus wel van, ja, ik moet wakker blijven. Ik moet alles zien en ik moet alles bijhouden. Want ik ga mijn lichaam niet laten wegzakken. Dat doe ik gewoon niet. Dus ik heb alles opgenomen. Ik heb alles gescand. En ik ben echt super wakker geprobeerd te blijven. Tot aan de operatietafel. En ik ben ook geen voorstander van narcose. Ik heb daar echt zo'n hekel aan. Maar ik was nog zo naïef dat ik dacht van, nou, ze kunnen dat daaronder wel verdoven en dan het weghalen. Maar nee, ik moest echt onder narcose. Ja, het was vooral heftig omdat op dat moment iedereen heel erg druk bezig was. En waardoor ik ook een beetje bang werd van, ja, waarom is iedereen nou zo gestrest? Want in mijn hoofd was het van, nou, we halen het eitje gewoon weg en dan is het toch goed. Maar dat was het dus niet. Het was er niet goed. Want ik had allemaal inwendige bloeding en het moest gewoon echt geopereerd worden. Toen ik naar de operatiekamer werd toegereden, toen, ik vind het echt heel moeilijk. Toen had ik echt het besef van, jeetje, dat ik echt nog meer moest gaan genieten van mijn leven. Dat was het eerste wat in me opkwam. En al, ik vind al wel dat ik dat doe hoor, maar nog meer dan dat ik nu doe. Maar ja, in ieder geval, toen ik op de operatietafel was, toen ben ik onder narcose gegaan. Ik kreeg een kapje op mijn mond. Ja, dat kapje, dat had echt een heel vies chemisch spul uit. Dus op een gegeven moment zetten zij hem te strak op mijn mond. En toen zei ik ook van, nou ja, doe maar iets verder van me af, want ik krijg geen lucht. En toen zei deze dat ook. En toen zei ze, nou, haal nog maar één keer heel erg diep adem. En dat deed ik en toen was ik ook weg. Toen ik bijkwam, toen was het allemaal een soort van voorbij. De operatie is gelukt, alles was goed gegaan, gelukkig en godzijdank. Toen zag ik degene die mij had geopereerd, dus de gynaecoloog en mijn vriend, Nick. En daar was ik echt heel blij mee, dat ik hem weer zag. En ik denk, of ik weet wel zeker, dat dat ons nog erg bij elkaar heeft gebracht. Dat ik echt weet dat ik echt heel veel van hem hou. En toen ik uiteindelijk klaar was met de operatie, hadden ze me verteld dat ik 1,5 liter bloed had verloren. Maar dat is best wel veel. Dat leerde ik toen ook. Ik vond nog een meevallen, maar het schijnt dus best wel veel te zijn. Ik was heel erg zwak. Ik kon niet zoveel. Ik heb die avond ook niet geslapen. Ik had toen ook geen tijd om het te verwerken dat ik eigenlijk gewoon een kindje had verloren. Want in die hele tijd ben je daar eigenlijk niet echt mee bezig. Die nacht, ja, toen ging mijn hart zo tekeer omdat ik te weinig bloed had. En iedere keer ging dat alarmpje naast mijn bed af. Want dan was mijn hartslag weer te hoog of dan was mijn bloeddruk weer te laag. Dus ik kon echt niet slapen. Ik voelde me ook helemaal niet fijn. Nou, de volgende dag hadden ze dus gezegd dat ik bloed nodig had. 2 zakjes bloed gekregen. En toen daarna ging het eigenlijk wel weer wat beter met me. Ik voelde me juist wel weer goed. Ik heb er ook nooit bij nagedacht om mijn eigen bloed eigenlijk te doneren. Maar nu ik dit soort dingen weet en zelf heb meegemaakt, is dat het eigenlijk het allermooiste wat je kan geven om elkaar te helpen. Ja, als we elkaar allemaal helpen dan. Het is eigenlijk zo goed wat ik wil zeggen, maar ik denk wel dat jullie me begrijpen. In ieder geval terugkomend op mijn verhaal. Ik lag daar, dus ik kon niet slapen. Nou, mijn bloed gekregen, het ging goed. 2 dagen daarna mocht ik ook het ziekenhuis uit. Ik heb 3 littekentjes op mijn buik, die je niet zo heel goed ziet, dus dat scheelt. Ja, eenmaal thuis aangekomen heb ik ontzettend veel hulp gehad van mijn familie. Iedereen was daar gewoon voor ons. En ik ben die mensen ook zo dankbaar dat ze ons zo hebben geholpen met het huishouden en de kinderen opvangen. Ik ben helemaal flabbergasted van hoeveel liefde er eigenlijk toen in dit huis was en nog steeds is. En zoveel hulp, daar ben ik echt enorm dankbaar voor. En ja, toen kwam het verwerken, toen kwam de klap. Toen besefte ik me inderdaad dat ik gewoon een kindje was verloren. En toen besefte ik me ook dat het voor mij heftiger was dat ik mijn kindje ben verloren dan wat er met mijzelf is gebeurd. En voor Nick was het meer dat ik er nog ben. Dat hij daar echt heel erg blij mee is. Ja,
Het is toch wel apart. Maar ja, ik heb wel zoiets van, ja, als je zwanger bent, is dat zoiets moois. Het is zo bijzonder. En ik heb ook echt een tijdje gedacht dat ik echt geen zwangere vrouw om me heen wilde hebben. Anders barst ik in tranen uit. Maar dat gaat nu wel wat beter. We zijn nu een week verder. Het is nog wel heel erg pril, maar ik probeer het wel een plekje te geven. En ik probeer het een plekje te geven door er veel over te praten. Ik weet nu dat het me nog wel heel erg veel doet, omdat ik niet heel erg normaal nu naar jullie toe kan praten. En niet het verhaal goed kan uitleggen naar jullie. Maar ik doe mijn best. Want ik wilde jullie wel weten waarom ik dus niet zo, dat ik geen video's meer online heb gezet. En dit is dus de reden. Dit is ook de reden waarom ik nog ziek ben. Dit is ook de reden waarom de winactie uit is gesteld. Ik had het al op Instagram laten weten van dat die later wordt. Ik weet ook niet precies wanneer ik het ga doen. Ik heb 6 weken de tijd nodig totdat mijn eigen bloed weer normaal is. Want ik heb wel 2 zakjes bloed gekregen, maar het duurt nog wat langer. Want ik heb meer bloed verloren. En mijn ijzer is echt best wel laag nu. Dus ik wil echt mijn lichaam de tijd geven om te herstellen. En ja, zoals altijd waardeer ik het enorm dat jullie altijd naar mijn video's kijken. En ja, dat doet me wel heel erg goed. Dus ja, dat is de reden waarom ik nu even tijd voor mezelf neem. Ik weet ook nog niet hoe lang precies, maar ik denk ook niet zo lang mij kennende, want ik ben echt een doener. Ik vind het nu al saai. Ik heb alle tv-series al wel gehad nu. Ik ga deze video ook niet editen of bewerken. Ik zet hem gewoon online erop. 1, omdat ik echt te moe ben ervoor. 2, omdat ik het gewoon zo puur natuur mogelijk wil laten zien aan jullie. Ja, wauw. Ik had niet... Ik heb het al 100 keer gezegd tegen mensen en... bijna zonder een traan te laten. En nu dat ik het tegen jullie moet zeggen, vind ik het ergens toch heftiger. Mijn hond zit me ook echt aan te kijken. Wat doe je? Ja, ik zie er ook echt heel bleek uit. En ik ben ook heel erg moe. We willen nog wel heel graag een 3e kindje. Maar we doen het nu wel rustig aan. We willen eerst gewoon weer helemaal herstellen. Gelukkig kan ik nog kinderen krijgen. Dus dat was wel echt een enorm lichtpuntje voor mij. Ondanks dat ik nu 1 eistok en eileider heb. Ik heb 1 eileider is weg. Dus ik heb nog wel daar wat zitten. Eerst wat ik vroeg, kan ik nog wel kinderen krijgen? Focus op alle positieve dingen die ik in mijn leven heb. En ondanks dat ik zoiets heftigs heb meegemaakt, ben ik ook ergens blij dat ik het heb meegemaakt. Want het doet me wel beseffen dat je echt super, super, super moet genieten van je leven. Je haalt er gewoon echt alles uit wat er uit te halen valt. Want ja, je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Iedere dag is echt bijzonder. En zorg dat je iedere dag echt leeft. Dat is echt het positieve wat ik ervan heb geleerd. Echt doe wat jou gelukkig maakt. Leef niet voor andere mensen. Leef echt voor jezelf. Zodat jij, als jij in de spiegel kijkt, dat jij blij bent met jouw leven. Dat is echt wat mij is bijgebleven hiervan. Ja, ik ga nu ook stoppen.